Een uitgebreide uitleg van de voornaamste intermittent fasting-schema's. Intermittent fasting, ofwel periodiek vasten, kent diverse populaire schema's die je kunt volgen. Laten we eens kijken welke dit zijn. Allereerst hebben we het 16-8 schema. Dit betekent dat je gedurende 16 uur vast en in een tijdsbestek van 8 uur eet. Vervolgens is er het 18-6 schema, waarbij je 18 uur vast en slechts 6 uur eet. Dan is er het 5-2 schema. Je eet 5 dagen normaal en vast 2 dagen met een sterk beperkte calorieinname. Er zijn ook alternatieve schema's. Zoals Eat Stop Eat, waarbij je 1 of 2 keer per week 24 uur vast. En Alternate Day Fasting, waarbij je om de dag vast. Specifiek voor vrouwen zijn er aangepaste schema's, rekening houdend met hormonale cycli en specifieke behoeften. Vraag je je af hoe je je vaste bijhoudt. Er zijn diverse apps beschikbaar die je helpen met timers en voedingadviezen. Daarnaast zijn er websites met recepten speciaal voor vastendagen en talloze online gemeenschappen en fora waar je ervaringen kunt uitwisselen. Nu, wat kun je eten tijdens je eetvenster? Terwijl je specifieke voedingsrichtlijnen volgt, is er een schat aan recepten die zowel gezond als vullend zijn. En voor schema's als de 5-2-methode zijn er speciale recepten ontwikkeld voor de vastendagen, zodat je voedingsstoffen binnenkrijgt terwijl je calorieën beperkt zijn. Conclusie: intermittent fasting biedt verschillende schema's en middelen om je te helpen op je gezondheidsreis. Kies wat het beste bij jou past en begin met vertrouwen aan je vastenavontuur.